Het is belangrijk dat Bears in Mind bestaat, omdat berenleed heel erg onderbelicht is. Beren worden veel mishandeld omdat ze enerzijds als ze nog klein zijn, zijn ze heel schattig en heel handelbaar. Vervolgens worden ze groot en niet meer zo handelbaar. In sommige culturen is het ook weer een statussymbool. Dus als je een beer naast je huis hebt, dan ben je ook gevaarlijk. Bears in Mind werkt aan 3 doelstellingen. Welzijnsverbetering, natuurbescherming en ook heel belangrijk is voorlichting en educatie. Het Berenbos hier in Rhenen is een 2 hectare groot semi-natuurlijk bos waarin getraumatiseerde beren opgevangen worden. 9 van de 10 keer is het voor het eerst dat ze gras onder hun poten voelen, dat ze een struikje zien. Dan mogen ze dus weer beer gaan zijn. Ja, dan kunnen ze hun trauma achter zich gaan laten. Bears in Mind financiert projecten in het buitenland. Omdat natuurgebieden kleiner worden, beren kunnen dan niet meer gezond overleven. Maar ook samenleven met de mensen, de lokale bevolking daar. Bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, Indonesië, Oost-Europa ook. Wat ik daar heb gezien is ook vooral de passie van de mensen daar. De strijdlust om het goed te doen voor die beren. Dat vond ik eigenlijk het allermooiste om te zien. Als je wil helpen, ga dan naar de website www.bearsinmind.org. Daar zouden wij en de beren heel blij mee zijn. You belong here with me.